Stel, je geeft 40 sportlessen in de week. 'S Nachts sta je te draaien en alsnog heb je energie voor 10. Dit kan echt maar één iemand zijn, namelijk Lars, de Energy Man. Ik ga hem vragen of hij wel eens tot rust komt. En hoe dan? Heb jij wel eens gemediteerd dan? Nog nooit. Denk er maar eens, schat. Gelukkig ben ik hier om jou te gidsen. Hoi! Hoi, Lars. Jij geeft hoeveel lessen in de week? Meer dan 24. Je DJ't? Ja. Dan bereid je ook nog allerlei lessen voor weer andere mensen en voor jezelf natuurlijk. Ook nog. En wat doe je nog meer? En dan maak ik nog alle muziek voor mijn eigen lessen. Ja. Dan creëer ik een nieuwe format voor mezelf en voor andere mensen. Speel ik ook nog piano. Lees ik ook nog Spider-Man boekjes. Dat zijn hobby's. Nee? Alles is hobby. Nee, maar jij doet dus eigenlijk gewoon knettertje veel in de week. Ja. En ze noemen jou ook wel de Energy Man, toch? Ja. Omdat jij gewoon altijd best wel druk bent. Best wel druk. Dat is een hele goeie. Hou erin. Best wel druk. Maar hoe kom jij dan tot rust? Iemand die zo altijd aan lijkt te staan. Vakantie. Dan kan ik echt serieus op een zwembadbedje liggen en zo min mogelijk doen. En hoe zorg je dan dat je gewoon de balans gedurende de week een beetje goed hebt? Die heb ik niet. Het gaat of het gaat of het gaat niet. Het is of aan of uit. Maar voel je dat dan niet aankomen? Denk je niet van oké, misschien moet ik even iets rustiger aandoen? Nee, dat heb ik echt nooit. Nee? Nee, als ik aansta en ik ben moe en iemand zegt, goed voor het was bij Healthy Fest. Dan, dat was aan en toen was het klaar. En toen kwam RTL Boulevard en zei, je moet nog een keer. En dat nog een keer was echt 20 minuten, zeg maar. Dan gaan we gewoon nog 20 minuten door. Heb jij wel eens gehad dat je eigenlijk over je eigen grens heen ging? Dat gebeurt wel eens. Maar je lacht er een beetje bij, maar dat lijkt me best wel heftig, toch? Als je over je eigen grens heen gaat. Nou, voor mijn gevoel nooit. Ik word wel een keer ziek of zo. Dan heb ik, als ik bijvoorbeeld echt heel veel heb gedaan en heel weinig geslapen heb, bijvoorbeeld 7 dagen, 3 uur per dag of zo, dan word ik op een gegeven moment ziek 2 dagen of zo. Dat kan wel, ja. Dat gebeurt wel eens. Oké, dus je hebt nooit... Een burn-out of zo, bedoel je? Ja, of gewoon het gevoel van, ik heb te veel in mijn hoofd, ik moet te veel mensen... Maar dat heb ik elke dag. Ik heb een creatief hoofd. Mijn hoofd staat altijd aan. Dus op het moment dat ik iets... Als ik lesgeef of draai, en dan dat gaat maar door. Dat is alleen maar aan het denken. En als er naar mensen kijken en die denken, ik heb echt nooit energie... Heb jij dan tips voor ze? Ja, die vraag krijg ik heel veel. Maar kijk, ik doe wat ik leuk vind. Ik denk dat heel veel mensen die niet doen wat ze leuk vinden, of die niet doen wat ze willen doen, die zijn altijd moe. Want als je aan mij vraagt om iets te doen wat ik niet wil, dat probeer ik wel eens. Dat ik zakelijk denk van, dat moet ik doen. En dan dat duurt echt 2 maanden en dan is het gewoon, denk van, dat moet ik niet doen. Nee, ik kan dat niet. Als ik iets niet leuk vind, dan is gewoon, dat is echt een magische tip. Het klinkt heel cliché, maar het is echt zo. En hoe weet jij nou wat je dan eigenlijk moet gaan doen? Want jij krijgt volgens mij best wel veel verzoeken en aanvragen. Hoe kies jij dan? Ja, als ik echt iets leuk vind, dan maakt het ook niet uit, dan moet ik het doen, zeg maar. Dat is echt gewoon, dat is gewoon een moet. Maar ik voel meestal wel, zeg maar, my God is zeg maar echt mijn maat, zeg maar. Ik heb niet iemand die dat kiest voor mij of zo. Dat kies ik echt allemaal zelf. Je gut is je maat. Ja. Maar hoe ben je dan in touch met je gut gekomen? Passie, lesgeven. Ja, ik vind lesgeven echt het leukste wat er is. En ik doe lesgeven, zeg maar, op muziek en grote groepen, kleine groepen, 1-op-1. En ik voel meestal wel aan of ik iets echt leuk vind of niet. Als ik ook lessen zou geven die ik niet leuk vind, dan zou ik er ook echt per direct mee stoppen. Ik ben altijd bezig om het te veranderen, om het leuk te houden. Ik denk dat ook de truc is. Want als ik het zeg maar elke keer zou moeten kopiëren, dan zou ik echt niet volhouden. Nee. Dan ga ik weg. Hey, en die hele creatieve brein van jou, hoe breng jij die tot rust? Ja, wat ik lastig vind is, het staat altijd aan. Zelfs als ik een film aan het kijken ben, staat dat brein aan. Dan denk ik van, hey, dat kan ik gebruiken ook in de les. Heb jij wel eens gemediteerd dan? Nog nooit. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Zullen we dat zo eens proberen? Kunnen we proberen. De kans van het slagen is zo klein. Milou houdt van een uitdaging. Ik hou van de uitdaging. Oké, daar die parkeren we. Heb je dan wel eens aan yoga gedaan? Ja, en ook heel fanatiek. Nou, niet fanatiek, maar... Jij kan gewoon meedoen met een relaxte les. Jawel. Nee, dus ik moet even uitleggen. Ik ben een Nike-trainer, dus op een gegeven moment kwam Nike met yoga uit. Dus wij hoefden dat niet te doen, maar het kwam wel in de app. Dus ik vond van mezelf dat ik dat gewoon een maand lang elke dag moest doen. Gewoon voor mezelf. Want ik ben niet zo heel lenig en mobiel, dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen.
Zelfs op vakantie was ik, gewoon 's ochtends, achter mijn bedje uit, matje neergelegd. Dus ik heb het wel gedaan. Alleen, het is echt zo zwaar voor mij. Ik ben gewoon niet mobiel. Dus als ik mijn been omhoog moet trekken, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, ik zag je net al even een beetje zo in zeg maar, dan breek ik alles, zeg maar, als ik zo ga zitten. Ja, dat moet je ook niet doen. Maar stretch jij dan wel, hè? Ja, elke dag. En wat doe je dan als stretch? Alles. Full body stretch. Alles. Ik wil wel meedoen met jouw stretch. Laten we eerst mediteren. En gaan we daarna mediteren? Ja? Ja. Mag altijd. Oké, okay, we gaan stretchen. We gaan er een paar doen. Ja. Oké. Okay. Wat zijn we nu aan het stretchen? Ja, die zo. Gewoon langzaam naar beneden. Dat is handig. En als je lenig genoeg bent, ik denk dat jij leniger bent als mij, mag je elleboog in de grond leggen. Oké. Okay. Goede voorbeeld. Hele lange weg te gaan. Ja, of het kan gewoon niet, hè. Dat kan natuurlijk ook. Als jij gewoon bot op bot hier hebt. Ja, maar ik ben niet bot op bot. Je bent niet bot op bot. Nee. Okay. Probeer op een langzaam te komen. Op je uitademing, hè. Adem suffen, gewoon. Ja, dit is fijn, want ik sta af en toe in jouw les en dan denk ik, oh my god. En nu denk ik, yes, yes, ik kan er, yes. Oké, okay, rust hem op. Linkerhand op de boven, rotatie naar rechts. Met je heup door. Oh, we kunnen gewoon Jip en Janneke worden gewoon. Ja. Andere kant. Wij gaan gewoon dit voorstellen als nieuwe... Format. Mobility. Laat ze niet doen. Gaan we rustig naar beneden. Als je kan, elleboog. Elleboog. Kan bijna doen, ja. Trying. We gaan even mediteren. We gaan even mediteren, mensen. Eventjes. Niet te lang. Ja, ga maar in een comfortabele positie zitten. Misschien dat niet, dus dan mag je gewoon je benen voor je uitstrekken. Ja. Wel rechtop zitten. Dus misschien wil je benen een beetje naar buiten laten vallen. Voel je nu beide zitpotjes? Ja. Oké, dan moet je... Zitpotjes. Zitpotjes, zeg je dat niet? Nee. Wat zeg je dan? Botten. Botten. Voel je beide botten rond? Oké, voor jou botten. Okay. Dan sluit je even je ogen. Misschien wil je handen gewoon laten vallen op je knieën. Top. En dan ga je eerst
je stuitje proberen te verlengen. En dan vanuit je stuitje probeer je elke wervel daarop te stapelen. Dus je gaat van onder naar boven. Probeer dus zo lang mogelijk je rug te maken. Als je een BH zou dragen, ben je misschien bij een BH-bandje. Draag je geen BH'tje? Misschien een hartslagmeter. Maar probeer gewoon al die verschillende wervels af te gaan. Dat je bij je schouders komt, dan breng je ook langzaam je schouders een klein beetje naar achter, waardoor je borst opent. En dan je nekwervels, maak je ook zo lang mogelijk. Je kin een beetje richting je borst, waardoor je nek lang kan maken. Dan kom je op een gegeven moment bij je kruin. En dan beeld je je in dat aan je kruin een touwtje zit. En dat touwtje zit ook vast aan het plafond. En dan ben je als het ware een soort marionettenpop. Dan wordt aan dat touwtje steeds meer getrokken. Dus probeer maar steeds rechter en rechter te zitten. Ruimte te creëren tussen die wervels. Terwijl je dan zo recht zit, dan focus je je langzaam op je ademhaling. Voel dan waar je ademhaalt. Misschien wel door je buik. Misschien voel je wel dat je ademhaling heel hoog zit. Of meer aan de zijkant van je lichaam, je flanken. Je hoeft er helemaal niks aan te veranderen. Alleen maar even bewust te worden. Dus voel wat het doet als je inademt. Hoe beweegt je lichaam dan? En als je uitademt, zak je dan dieper met je botten in de mat. Misschien kan je nog wel die verlenging in je rug houden. En waar je nu ook bent met je ademhaling, adem helemaal uit. En adem dan in voor 4 tellen. 2, 3, 4. En hou vast. 2, 3, 4. Adem uit. 2, 3, 4. En hou vast. Adem in. Hou vast. Adem uit. Hou vast. Adem in. Hou vast. Adem uit. Hou vast. En adem dan rustig. Je eigen natuurlijke ritme. Mag je langzaam je ogen openen. Aan. Hij was wel stil. Ja. Met mijn mond. Met je mond. In je hoofd niet. Is niet te doen. Jawel, een beetje. Beetje rustiger? Altijd. Ik geloof me niet. Geloof me niet.
ongetwijfeld voor geen meter gewerkt hebt. Ik weet nog een hele goede oefening. We doen er nog één. Ja. Oké, dat is eigenlijk om de twee hersenhelften in balans te krijgen. Dus een ademhalingsoefening. Je middelvinger en je wijsvinger tegen elkaar aan. Dan adem je in door één neusgat. Ik vertel het eerst en dan gaan we het pas doen. Je ademt in door één neusgat. Hou je hem vast met allebei de neusgaten. En dan adem je uit door die andere. En dan adem je weer in door diegene die je al dicht had. Hou je hem weer vast. En dan wissel je. Als je verkouden bent, is het niet handig. Dan adem je weer in. Maar die dan dus vier tellen. Dus je ademt in, vier tellen door je linkerneusgat. Hou je hem vast, vier tellen. Dan maak je je rechterneusgat open. Adem je daaruit, vier tellen. Wacht je weer vier tellen. Adem je in, vier tellen, rechterneusgat. Haal je hem dicht, vier tellen. Adem je uit, linkerneusgat. Gelukkig ben ik hier om jou te gidsen. Dus. Middelvinger, wijsvinger tegen elkaar. We werken met de ringvinger. Oh ja, ik dacht back to back, gaan we. Oké, dus we doen ons ringvinger op ons linkerneusgat. Dan ademen we. Ja, ben je erbij? Ja. Adem maar even uit. En dan adem je in door je rechterneusgat. Beide neusgaten dicht. Hou je adem vast. En dan adem je uit door je linkerneusgat. Hou vast. Adem in door je linkerneusgat. Hou beide neusgaten dicht. Adem uit door je rechterneusgat. Hou vast. Adem in door je rechterneusgat. Hou beide gaten dicht. Adem uit door je linkerneusgat. Hou vast. Adem in door je linkerneusgat. Hou beide neusgaten dicht. Adem uit door je rechterneusgat. Hou vast. Adem in door je rechterneusgat. Hou vast. Adem uit door je linkerneusgat. Vind je dit wat? Top! Zie je nou? Helemaal top. Top. Morgen nog weer. Ja? Morgen weer. Morgen weer.